van 9 jaar die op school zit. Ja, vraag. Bang ben ik niet, omdat ik neem altijd de dood als einde van ons leven en de dood is ook voor mij verlossing. Zeker van mijn pijn, van mijn innerlijk lijden en ook een soort geluk. Het is eindelijk gedaan, vind ik. Doelen bereiken en gewoon zorgen dat je op het einde van je leven, als je zo in bijvoorbeeld in je bed ligt en dat je bijna gaat sterven, blijven weet, dan ja, nu heb ik wel een leuk leven gehad. Dus ik zeg altijd, uiteindelijk het manier van mijn eczeem, het manier van mijn lijden, de pijn is alomtegenwoordig en is noodzakelijk om daarna gelukkig te zijn. Dus pijn is nuttig. Een steen zijn zou ik misschien nog wel zijn, want ze zeggen wel eens dat de stenen langs de bovenkant sterk zijn als de mensen erop stappen, als je er tegen shot dat die heel voelig zijn. Dus misschien wel. Gewoon blij zijn, zo alles waar je zo genoeg mee hebt, zo soort hebben, vrienden hebben, die worden je best en zo meer. Mens kan ook een monster zijn, hè? En daar moeten we eerlijk over zijn. Dus ik heb ook slechte kanten en het kwade zit in mij. Ik heb wel mensen zien bewusteloos vallen, ongelukjes zien gebeuren, maar ik zelf heb daar nog nooit echt iets mee te maken. Ik denk dat er gewoon later, als bijvoorbeeld we daar sterven, dat er volgens mij is het dan gewoon, dat dat net als is voordat we waren geboren, dat je niet door hebt, maar dat je ook niet iets ziet. De camera is het oog, ik zeg altijd, de lens is het oog, de spiegel van de ziel. Gelijk de oog is de spiegel. Als je heel goed bevriend is, misschien is dat dan nog wel, kan dat heel misschien nog wel. Door zo via een foto of een knuffel of zo dat kunnen onthouden, maar voor de rest weet ik niks. Ik zeg altijd met een champagne, je hebt de bubbels en de bubbels gaan weg van die champagne als je die te lang laat openstaan. Hè? Dat is uiteindelijk de liefde, de pure smaak van champagne. Dat ik misschien een dunner hoofd heb of zo. Je moet blijven leven en blijven vechten. Ook als je lelijk bent. Kunst is voor mij mooie dingen waar veel werk tijd is ingestoken. Of toch iets waar mensen aan hebben gewerkt. Dat niet van de aarde gewoon is. Dus.